Waarom wel of geen statiegeld op petflessen en blikken? Ja, dat vind ik wel handig. Dan kan je een rots op straat liggen. Wel stage hebben, anders wordt het alleen maar als troep weggegooid op de grond, op de straat, over waar het niet mag. Voor mij mag het wel staan. Ik denk voor het milieu, hè? Zodat er minder rotzooi overal op de grond komt. Ja, nou gooien ze natuurlijk overal neer en als statiegeld opkomt, dan gaan ze toch gauwer inleveren, denk ik. Wel, tuurlijk wel. Statiegeld op petflessen. Altijd doen. Van mij mag overal, net als in Duitsland, overal statiegeld op. Dat is voor het milieu beter. En dan weet je als je naar de winkel gaat dat je je lege rommel mee moet nemen. Nou, ik denk wel statiegeld. Omdat dan denk ik eerder dingen allemaal ingeleverd werden en niet in de berm gegooid werden. Of voor ergens dan ook. Maar nu wordt het maar allemaal ergens neergegooid en bekijk me dat je opgeruimd krijgt. Wel statiegeld. Anders ga maar eens bij ons in Lottum kijken langs de weg. En van Lottum naar Tienrij, hoeveel blikken daar liggen. Jawel, ik vind juist. Doe maar van wel. Zijn de rotsen die er allemaal werd gemaakt van. Daar werd mooi van naartoe gegooid. Dus, jawel. Ja. Ik ben het wel, denk ik ook. Wel. Ja. Wel staat je geld. Ik denk dat het heel goed is dat je voor de vervuiling, dat ze het niet zo weggooien. Dan nemen ze nog een beetje de moeite om de flessen in te leveren. Ja, waarom niet? In Duitsland is dat ook geen succes en in Duitsland kopen ze geen blikjes meer, want dan zien de blikjes volgens de deur en terugbrengen door ze toch niet meer. Dus ik zie er geen heil in wat dat er geeft. Van mij mocht er wel statiegeld op jou, want ik zie wat er allemaal van de rotsen met de weegleden overhaal. Dat ziet niet echt miljoen waar. Wel, maar wel tenminste meer ingeleverd. Je hebt wel een goede reden om het in te leveren, denk ik. Wel statiegeld. Even zwaaien, dus kom ik bekennen. We hebben de vuilnissteken gewoon. Er ligt zoveel langs de weg en ik denk als er statiegeld op zit, dan mensen het wel kunnen inleveren. Dus een goed idee. Op zich is het wel niet slecht. Daar wordt het tenminste teruggebracht in plaats van even de kant van de weg gegooid. En dat vind ik wel fijn. <tied->